Universiteit gaat onderzoek doen naar de dood van 700.000 Amsterdammers. Deze mensen zijn overleden tussen 1854 en 1940. En de gegevens daarover zijn goed bewaard door de gemeente Amsterdam. De onderzoekers willen graag de hulp van vrijwilligers bij het digitaliseren van de gegevens. Dat maakt het voor de historisch demografen van de Radboud Universiteit makkelijker om te bekijken waaraan de Amsterdammers zijn overleden. En wat dat zegt over de volksgezondheid op dat moment. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.